Dit is Toby en dit is Nick. De 11-jarige Job is sinds 2 weken de trotse eigenaar van deze 2 muizen. Hij heeft Nick en Toby via het huisdierleaseplan van kinderboerderij De Elzenhoek uit Os gekregen. 6 weken lang mogen kinderen 2 cavia's of muizen mee naar huis nemen. Ja, mama hoorde van collega's, volgens mij, of dat je muizen kon lenen. En toen keek ze dan, toen kon dat. En toen vroeg ze dan mij en toen vond ik dat een leuk idee. Ook mama is blij met de proefweken. Hartstikke goed initiatief en het is heel bijzonder, want op deze manier kun je uitproberen ja, voor je kind wat goed is. Zonder dat je vervolgens met huisdieren zit waarvan je denkt, ja, wie wil ze, waar kan ik ze naartoe brengen. En huisdieren worden al heel vaak gedumpt, dus ja, nu kunnen we het uitproberen. Of dat de huisdieren zijn aangeschaft en papa en mama moeten er opeens voor zorgen. Ja, nou, dat zou kunnen, ja, maar daar ga ik vanuit dat dat hier niet gaat gebeuren. Leasers krijgen met de diertjes een kooi, een verzorgingsboekje en afvinklijstje mee. Zo is precies te zien wat ze nodig hebben. Die verzorging is voor Job geen enkel probleem. Een pak qua groenten hoef ik alleen maar even iets af te scheuren. En water, even bakjes schoonmaken en water erin stoppen. En brokje erin leggen. En mama doet de kooi. Oh, je hebt het hartstikke makkelijk. Mama doet de kooi. Ja. Als kinderen goed voor hun nieuwe huisgenootjes zorgen, is er ook een mogelijkheid ze over te kopen van de kinderboerderij. Zou jij Toby en Nick willen houden? Ja. En mam, mag het? Ik denk dat Toby en Nick dan bij ons komen wonen, ja.